In deze praktische tip voor beginners gaan we kijken naar een van de meest invloedrijke instellingen van je camera, de sluitertijd. De sluitertijd is de tijd waarin je sensor wordt blootgesteld aan het beschikbare licht. Je kan het zelf zo lang of kort maken als je wilt, maar je stopt al die tijd uiteindelijk in één foto. De sluitertijd is op twee manieren van invloed op je eindbeeld. Allereerst bepaalt dat je belichting. Als je de sensor maar heel kort blootstelt aan het licht, zoals je bijvoorbeeld links ziet bij 1/4000ste van een seconde, dan is er maar heel erg weinig tijd voor het licht om op de sensor te vallen. Je foto wordt dus heel erg donker. Rechts hebben we een foto gemaakt van 8 seconden. Daarbij zijn alle andere instellingen aangepast om te voorkomen dat de foto overbelicht zou zijn. Daarnaast is de sluitertijd van invloed op de bewegingsonscherpte in je beeld. Deze kraan is daar een mooi voorbeeld van. De snelheid van het waterstroompje is hier niet aangepast. Je ziet dat naarmate de sluitertijd korter wordt, je steeds beter de druppels van elkaar kan onderscheiden. Dat is eigenlijk heel logisch. Bij een hele korte sluitertijd heeft een druppel maar heel weinig tijd om zich in het beeld te verplaatsen. Bij een langere sluitertijd vallen er ondertussen al meerdere druppels, waardoor ze door de hoeveelheid en de bewegingsonscherpte niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dat is ook goed te demonstreren met een foto van een laserlampje. Tijdens een sluitertijd van 10 seconden kan je heel veel rondjes schijnen met het lampje. Die rondjes zie je achteraf allemaal in je foto terug. In 5 seconden zijn het er al duidelijk een stuk minder. Als we de sluitertijd steeds verder verkorten, zie je dat bij 1/10 seconde nog maar een klein wazig streepje overblijft. Belichting en beweging dus, daar gaat het om bij de sluitertijd. En daar kan je heel veel creatieve dingen mee doen. Via de link in de beschrijving vind je nog meer info.